Mijn naam is Erwin Koetsen. Ik ben manager van de techniek bij Pharmafilter. Wat houdt dat in? Ik ben verantwoordelijk voor de zuiveringen die we bij de ziekenhuizen plaatsen. En zuiveringen om het afvalwater zodanig te reinigen dat we medicijnresten uit het afvalwater krijgen. Niet alleen medicijnresten, maar ook andere microverontreinigingen. Dat doen we op een financieel haalbare manier, zodat het ziekenhuis daarin kan investeren. De voordelen liggen ook in het ziekenhuis voornamelijk, maar ook aan de achterzijde voor het milieu. Dat de schadelijke stoffen dus niet in het milieu terechtkomen. Wat we daarmee verder doen is dat niet alleen het afvalwater zuiveren, maar ook het vaste afval nemen wij in van het ziekenhuis. Dat gaan wij verwerken door middel van een vergistingsinstallatie bijvoorbeeld. Die vergisting die creëert energie. Energie in de vorm van warmte en elektriciteit. Dat gebruiken we ook weer terug. En het restproduct gaat naar de of normale verbranding. Of we zijn aan het onderzoeken wat kun je er nog meer mee doen. In de vorm van recyclen. Als bron gebruiken voor andere producten enzovoort. En het schoongemaakte water, waar gaat dat naartoe? Ja, het schoongemaakte water noemen wij het proceswater. En het proceswater kun je of lozen op het riool. Of je kunt het hergebruiken in het ziekenhuis voor het toilet door te spoelen. Voor de machines die we in het ziekenhuis te zetten te spoelen. Je kunt het gebruiken voor de koeltorens. Of we gaan naar het oppervlaktewater. Oké. En jullie concept is niet alleen een zuiveringsinstallatie daarachter, zoals je hebt gezegd. Er vindt ook best wel een hele wijziging plaats in het ziekenhuis. Kan je daar ook iets over vertellen? Ja, daar kan ik over vertellen. Dat is voornamelijk het versimpelen van processen binnen een grote organisatie als een ziekenhuis. Er lopen heel veel processen, lange protocollen. Wat wij met het Pharmafilter proberen is om die processen te verkleinen, te verkorten, te versimpelen. Je moet je voorstellen dat als jij op het bed ligt, je kunt niet naar het toilet, dan krijg jij een bedpan ter beschikking. Dan doe je je behoefte in en die bedpan moet worden gereinigd. Dat gebeurt in een bedpanspoeler, hetzelfde als de vaatwasser thuis, maar dan voor een bedpan. Maar die bedpan die is bedoeld om weer te worden, opnieuw worden gebruikt. Die moet continu worden gereinigd. Nou, heel lange protocollen aan vast. Wat wij hebben gezegd, nou, die protocollen moet je verkleinen. We halen de bedpan van Roetverstal halen we weg. En daarvoor in de plaats zetten wij een disposable bedpan. Dat is een bedpan die gebruik je één keer. Die is schoon. Die is schoon, die wordt eenmalig gebruikt bij de patiënt. Die ga je in een vermaler, ga je die vermalen. Die vermaler zit aangesloten op het rioolstelsel. En die komt dus uit bij de zuivering die we aan de achterzijde neerzetten achter het ziekenhuis. Nou, dan maak je processen kleiner, simpeler en het is hygiënisch. En dat is een belangrijk voordeel voor het ziekenhuis? Dat is een belangrijk voordeel voor het ziekenhuis, ja, inderdaad. Oké. Wat zou je de mensen hier die op dit congres zijn geweest en ook de mensen die dit terugzien op internet, wat zou je die graag mee willen geven? Wat we vandaag ook vaker gehoord hebben, het is nu een kwestie van doen. Het is nu even doorpakken met de technieken die we hebben. We moeten ergens gaan beginnen. Niet op kleine schaal, moet ook gebeuren, dat wel, maar ook op grotere schaal. Bij de zuiveringen moet ook iets gebeuren. Je moet bij de bron gaan zitten, bij ziekenhuizen, bij verzorgingstehuizen, bij TBS-klinieken, gevangenissen. Er zijn allerlei verschillende delen waar je dit soort zuiveringen neer kan zetten. En niet alleen maar blijven zitten, ja, we moeten onderzoek doen, maar we moeten op een gegeven moment onderzoek ook vertalen naar de praktijk. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om problemen in de toekomst te voorkomen. Want jullie zijn al flink in de praktijk bezig. Ja, we zijn wat dat betreft in de praktijk bezig, maar dan voornamelijk nog alleen bij de ziekenhuizen. Dat is natuurlijk het puntje van de ijsberg. Alleen bij een ziekenhuis is het voordeel dat je daar te maken hebt met een kleine hoeveelheid afvalwater, maar met hoge concentraties. Die kleine hoeveelheid afvalwater kun je op een dusdanige manier behandelen, dat het dus ook financieel haalbaar is. Ga je achter grote zuiveringen neerzetten, moet je dus veel meer water behandelen met lagere concentraties. Neem niet weg dat je beide moet doen, maar als je dan de ziekenhuizen er al af hebt, ben je in ieder geval al begonnen. Heb je het puntje van de ijsberg te pakken, maar ook de meest, ja, er zitten toch wel schadelijke stoffen in ziekenhuisafvalwater, die je nu dus kunt zuiveren. Oké, prima. Dankjewel. Graag gedaan en succes en bedankt.